Een goeiemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Ik ga gauw mijn broek aan doen en dan mijn papier buiten zetten. Zo snel mogelijk nog, want het is al 9:30. Ik kan niet te luid praten, want mijn schatje ligt nog op te slapen. Ah ja, en voor BNT, dankjewel voor die geweldige tip ook nog deze gisteravond. Voor die dashcambeelden ook. Je kunt die ook dan uploaden via Discord, oftewel via mijn website. En mijn broek aan het zoeken, juist. Dan. Er is er nog een goed actief aan het worden. Dat is onze Maxi. Oké. Kousen nog nemen. Ja, kousen check. Daar staan. Ik zal die CPU nog een auto geven. Dan is het misschien iets te stiller. Want die ligt uitgelaten. Altijd aan de rechtse kant heb ik heel veel last. En we zullen deze even eentje geven. Dan wordt ook de koffie gezet. Er nog opnieuw eens wortels bij gekocht worden. Ah ja, ik heb ook de Q&A topic heb ik ook al aangepast. Voilà, dan ga ik niet meer zo rond raffotten. Dan nu nog de papier. Er komen altijd over de goede momenten. Hups, dat hier. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug, want ik kan het niet met mijn één hand. Allee, yo, 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 yo. Zo, kijkers. Weer op weg, ergens in, met een privégesprek. Ben nu terug door aan het rijden richting mijn thuis. Ik zit nu op de Jardijnstraat met een hele mooie wachtbekken. Wordt heel goed onderhouden door onze wachtbekken. En daar leven ook heel mooie dieren op, zoals een reiger. Fazanten zitten daar ook soms in. Eenden. Misschien zitten daar vissen in, ik weet het niet. Maar het is soms daar wel echt heel mooi om te zien hoeveel diertjes daar vertoeven, ik zal het zo zeggen. Nu eens even kijken als ik kan oversteken. Ik kan perfect oversteken zonder problemen, zonder stress. Voilà. Ah ja, we hebben hier ook in Alken, in Alken Centrum. Bij de rijschool in Darkes, zo'n een vluchtheuvel en daar mocht je maar 30 per uur over rijden. Iedereen rijdt er bijna 50 km per uur over. Maar daar staat een blauw bord, dus deze bord wat ik hier nu heb ingecodeerd, dus deze bord. Dat geeft aan dat je maar over een vluchtheuvel van 30 km per uur mag rijden. Voilà.
En dan krijg je dat nog een keer bij mijn thuis. Maar daar staat dan weer geen bord. Dus dan vraag ik me dan af. Dus de bord wat ik juist hier heb laten zien. Daar staat dus dan geen bord. Mocht je dan daar wel 50 per uur overrijden of niet? Ik weet het niet. Laat het alsjeblieft eens even in de comments weten. Want daar staat wel zo'n bord. Zo'n driehoeksbord. Dus dan vraag ik me ook af. Maar Waze geeft wel aan 30 km per uur. Dus ja, sorry dat ik eens jullie hulp eens even inschakel. Dus dat ik zo wat twijfel en al. Dus als ik eens twijfel, sorry. Dan schakel ik ook jullie als hulplijn in. Voilà, Sam. En nu is er biedt nog de Q&A. Voilà, Sam. Dus ik ben hier thuis aangekomen. Even alles uitlaaien. Mijn powerbank meenemen. Dan heb ik alles. Zet jij binnenkant? Ja, oké. Mijn ziekes. Mijn allerliefste schatje van de wereld. Dankjewel. Dan kan ik ook haar kant sluiten. Oh, dat ruikt hier. Welke raam? Die is toch toe? Ah, oké, okay, dan doe je, ja. Ja. Vraag dat gewoon en dan zal ik dat doen. Jongen, je kan mee, hè? Ja, ik ken. Nou, proberen. Je pols ook wat help. Je moet eerder vast vasten. Ja. Ah ja, en dan ook nog iets heel leuks, wat er ook gebeurd is deze middag. Dat het moet in de vouwbak, dat mag niet op de grond gegooid worden. Oké. Okay. Maar als dat de dieren eten, dan... Snap het, ik snap het. En daar verlies ik mijn sleutels. Wacht. Ja, ik wou dus nog zeggen van, dat ik rond een uur of 10:30 heb vastgezeten tot ongeveer 11:00. 10:50 in de lift. Jee. 11:30 tot. Nou, daar is Otis. Die valt. Ja. Dat is hem. Dat zijn de liftmakers die daar juist nu wegrijden. Ja, ja. Is de lift nu wel gemaakt? Is de lift nu niet gemaakt? Ik weet het niet. Allee, tot ziens. Yo, yo, yo. Hallo mensen en welkom op de Q&A. Dankjewel Kipknots, Steven Noppen, Doogie, Emiel, Crazy Frog voor al te wat vragen te stellen op Discord. En dan gaan we zo over naar, ook naar YouTube toe. Er zijn weer al wat vragen binnengekomen waar ik heel snel over ga gaan. Omhoog van, dus jullie gaan het wel merken. De eerste vraag komt van Kipknots. Wat zie je zelf als grote talent? Wat zie je zelfs als grote talent? Ik weet dat niet. Heb ik grote talenten? Ik weet dat niet. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Heb ik een talent? Misschien ja, met... jezelf zijn. Ja, jezelf zijn. Voilà, dat is mijn eigen talent. Mijnzelf zijn. En misschien ook wel de competities leiden. Daar ben ik ook wel redelijk goed in. Wanneer ontdekte je dat je talent had voor bowlingen? Wel, het is zo gegaan. Ik ben eerst begonnen met voetbal. Daarna ben ik overgestapt naar tennis. Daarna naar badminton. Daarna naar basket voor ene dag. En dan heb ik mijn eigen sport gevonden. En dat is dus dan bowlingen. Daar heb ik een paar jaren aan een stuk dan gedaan. Omdat het een klein beetje te duur werd. Welke andere verborgen talenten heb je niet veel mensen van je weten? Welke verborgen talenten heb je die niet veel mensen weten? Dat weet ik niet. Dat moet je aan de andere mensen vragen. Ik weet het zelf niet. Dus ik kan ook deze vraag ook niet beantwoorden. Hoe heb je talent voor YouTube en
content creatie ontwikkeld. Met mijn content creatie, dat is spelen met de programma's, dus we spelen met de beelden en al. Maar ik heb er ook wel moeilijk mee, omwille van dat ik hier ook wat autisme heb en al. En ik snap het niet zo rap dan. Dingen van, is dit leuk, is dit niet leuk, past dat erbij, past dat er niet bij en al. Maar ik probeer ook al telkens keer op mijn intro aan te passen. Ook van mijn vlogs. Ik hoop dat jullie daar ook wel van genieten, van die Halloween. En daarna, na de Halloween, ja, dan zitten we al in november. Dan ga ik kijken als er intro's zijn van Sinterklaas. En daarna intro's van, van Kerstmis, hè. Dan gaan we ook al richting Kerstmis. Oh man, dat is ook al niet meer lang. Dat is binnen 2 maanden al. Oh, nice. Oké. Wat vind je leuks aan het gebruiken van je talent in je dagelijks leven? Dat gebruik ik dus echt niet veel, mijn talent in mijn dagelijks leven. Dus dat ik zelfs niet weet welke talent dat ik heb. Wat doe je om talenten te verder te verbeteren? I don't fucking know. Heb je ooit talent ontdekt waar je zelf van verrast was? Nope. Daar heb ik totaal nooit van verrast. Ja. Welke talent zou je nog verder willen ontwikkelen? Content creator. Die talent wil ik nog wel een klein beetje verder ontwikkelen. Maar ik, het probleem is, ik wil het niet zo alleen doen. Ik wil het echt niet zo alleen doen. En ja. Misschien dat er ook nog andere mensen hier langs mij dan wel komen zitten. En al ook mee helpen dan met videobewerking en al. En mijn dingen ook wel verder aanleren. Ik heb al redelijk veel van mijn eigen al aangeleerd. Daar ben ik wel al heel blij om. Maar ik wil nog verder bijleren qua content creator. En van mijn talenten. Wat is het talent dat je bewondert in anderen en zelfs graag zou willen leren? Wat is een talent dat je bewondert in anderen? En zo knol. Dat ik echt elke dag goed volhoudt met vloggen. En dat is een talent. Hoe combineer je verschillende talenten zoals bowlingen en YouTube in je leven? Bowlingen ben ik bij gestopt omwille van dat het te duur is geworden. Ik ben dan in YouTube beland. Ik ben nu nog aan het kijken van waar kan ik nog wel in verbeteren in mijn leven. Hoe ga je de situaties waarin je talent niet kunt laten zien? Hoe ga je om met de situaties waarin je je talent niet kunt laten zien? I don't fucking know. Heb je ooit het gevoel gehad dat je een talent niet volledig hebt benut? Nee, daar heb ik nooit het gevoel van gehad. Hoe reageer je als mens je talent erkent of waarderen? Dat weet ik niet, want dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wat voor advies zou je geven aan iemand die zijn of haar eigen talent wilt ontwikkelen? Zogelijk, ik ben een ik ben een Trackmania speler geweest en ik heb daar continu zitten om te trainen. Ik ben eerst een toetsenbord speler geweest, dus daarom dat ik even mijn toetsenbord even omhoog schuiven. En daarna, ik heb het nu niet bij de hand, nee. Daar misschien, nee. Daarna ben ik op de controller overgeschakeld. En ja. En dan ben ik daar ook op beginnen te trainen. Zo gelijk te riften en al. Ook betere tijden neer te zetten in time attack mode en al. Dus gewoon puur trainen. Denk je dat je talent aangeboren is of kun je het ontwikkelen door hard te werken? Door hard te werken, dus door heel veel te trainen. Dit waren de vragen van Kipknots. Dan gaan we door naar de vragen van Steven Noppen. Wat inspireerde je om je YouTuber te worden? Ik was... jullie weten, ik doe LAN-parties. En toen heb ik op een gegeven moment dus ook eens gezegd van... Ik stop met LAN-parties. Maar waar kunnen mijn fans, dat ik toen in die tijd ook redelijk goed was... Mij ook nog blijven volgen? Toen ben ik terechtgekomen bij YouTube. En zo ben ik dan ook een YouTuber geworden. Hoe besloot je welke type content je wilde maken? Door Enzo Knol en de familie Fafs. Omhoog van, dat zijn de dagelijkse mensen die hun, eigenlijk ook hun familie en al mee in de vlogs nemen en al meenemen bij jullie dagelijkse leven en al op de beeldbuis brengen en al. Dus ja.
Dus ja, via de pas had ik al een idee van dit wil ik ook later doen. Ben ik nu ook mee bezig, al heel redelijk lang al. En Enzo Knol doet dat ook, maar die doet het nog ietsjes beter dan mij, dat geef ik ook eerlijk toe. Wat zijn de grootste uitdagingen dat je hebt tegengekomen bij het maken van video's? Nieuwe programma's leren kennen en durven, ik durf nog altijd, ik geef dat eerlijk toe, ik ben iemand die een bangnut ben en die niet direct stappen durft te zetten in de YouTube-wereld, ook voor zelfstandig te worden en al daarvoor heb ik wel andere mensen ook nodig, steun nodig en al, dat ik weet van, ik sta hier nog met beide voeten op de grond en ik wil er ook voor gaan. Hoe zorg je ervoor dat je video's origineel en uniek zijn? Dat zijn ze niet, want ik kijk ook regelmatig af van andere YouTubers. Hoe maken hun die content? Hoe kan ik dat ook overbrengen dan ook naar jullie toe? Wat zijn je favoriete videotypes om te maken en waarom? Zo gelijk de Q&A. Omhoog van dat dan de kijkers ook wat meer informatie is ook rond mij dan kunnen vastkrijgen. Hoe mijn leven dan is en al. En ik game ook heel graag, dus dat is mijn favoriete videotypes. Hoe ga je om met negatieve opmerkingen of kritiek op je video's? Voert de boom in. Ik zal het misschien nog wel lezen, maar ik zal het beantwoorden. Nee, zal ik niet meer doen. Zo wil ik ook de moeilijke vragen, die zal ik ook niet meer voorlezen. Dan zeg ik en dan de vraag nog wel verder. Maar ik zal die dan ook niet beantwoorden. Dan zal ik zeggen van, sorry, daar zit een hele moeilijke woorden die ik niet snap. Want je moet ook denken, er zijn ook regels opgemaakt op Discord. Ik zal de Discord-regels even eens voorlezen van 1 tot en met 9. Geen 18-plus praat, prentjes of video's hier plaatsen. Daarvoor is de 18-plus kanaal. Dan 2. Geen al te moeilijke vragen, dus geen rekensommen van hier tot in Tokio. En daarbij bedoel ik ook, ook de moeilijke woorden. Ik ga daar even erbij schrijven. Tot hier in Tokio. Voilà, regel nummer 10. Geen al te moeilijke woorden gebruiken, want ik heb maar Buzo gestudeerd. Voilà, live in mijn vlog nog een regel extra bijgekomen, dan weten jullie dat. Dus dan heb je bijvoorbeeld ook deftige vragen AUB. Geen vragen meer over donaties, dus over mijn geld, wat ik daarmee ga doen en al. Elke donatie, elke eurocentje dat binnenkomt, steek ik nu integraal in Cycle TV. Bijvoorbeeld upgrade van mijn webcam, upgrade van mijn microfoon, een arm die ik nog wil gaan kopen met het donatiegeld, een nieuwe pc wil ik dan misschien ook nog later eens kopen met deftig geld en al, dat ik nog betere gaming materiaal en al aan jullie kan vertonen. Dit zijn echt hier boordevol ideeën en al, waarvoor dat ik jullie donatiegeld ook wil gaan gebruiken. Maar meer over de donatiegeld, sorry, dat laat ik nu als een afgesloten hoofdstuk ook zijn. Voilà. Dan mijn rug, man. Niets meer over parkeren tegenover mijn appartement. Hé, Benny! Alleen vragen hier alleen maar vragen hier, want dit is hier geen chatbox. Chatbox vind je hier algemene chat. Klopt. Dan niet in caps pauzen, dat komt over als roepen! 8. De admin mag alle tijden de regels aanpassen. 9. Per account hier op Discord 15 vragen toegelaten. En de 10e. Geen al te moeilijke woorden gebruiken, want ik heb maar Puzo gestudeerd. Voilà, Sam. En ook niet al te moeilijke nicknamen te gebruiken bij deze. Dan moet ik toch wel fucking... Dan moet ik dit weer doen. Dat was van over de kritiek. Welke apparatuur en software gebruik
Voor het maken van je video's. Ik kan wel het software zeggen. Windows Share Filmora 13. En dan info van mijn computer. Systeeminformatie is. En die zit dan weer al op de verkeerde beeldscherm. Jullie zagen het. Daar ga ik momenteel nu niet aan. Fuck! Moet ik mijn cam iets kleiner maken. Voilà. Dan kan ik dat brengen naar mijn andere programma toe. Voilà. Ik heb een Microsoft Windows Home, versie 10.0.22631 build 22631. Andere beschrijvingen van besturing niet beschikbaar. Leverancier van besturingssysteem Microsoft Corporation of zoiets. Systeemnaam Cycle. Systeemfabriek Acer. Systeemmodel Predator PO3-620. Systeemtypen X64 BZPC. En dan nog van alles. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, of anders ben ik morgen nog bezig. Hoe promoot je je YouTube-kanaal en vergroot je publiek? Via mond-op-mond reclame en ook via livestreams, waar ik ook regelmatig ook in chat zit. Van die livestreams via de kijkers en al na die streamer dan toe. Soms heb je dan ook soms als kijkers van bezoekprofiel. En dan zien ze ook mijn kanaal en dan denken ze, oeh, hier staan ook veel video's. Hup, abonneren. En dan beginnen ze ook te abonneren op mijn kanaal. Ofwel via mond-op-mond reclame, wat ik ook meestal doe. Ook via de kermissen, pretparken, bedrijven, noem maar op. Mond-op-mond reclame. Heb je ooit overwogen om te stoppen met YouTube? Waarom wel en niet? Ik heb dat wel eens al gezegd. Ik ga stoppen met YouTube. Dit, dat. Dat was gewoon omdat ik dan te veel kritiek en slechte commentaren en al naar mij toe heb geslingerd gekregen. Dat ik te veel prikkels op mij heb gekregen en al. En dan zeg ik wel eens heel snel van, ja, nu stop ik ermee. Voilà. Dan las ik gewoon een break in. Dus geen bang hebben. Hoe balanceer je YouTube-werk met andere verantwoordelijkheden of een baan? Ik ga even mijn dagindeling zeggen, dus opstaan. Daarna met het opstaan uploaden van mijn YouTube-funken. Ook al online trek ervoor ook al een klein beetje content al maken voor de vlog daar al erop. Dan, als ik dan ga werken, 8 uur en een stuk, dan nog content maken tot 11:30 s'nachts. Dan die content nog in elkaar steken. Dan om 12:00 s'nachts die content. Laat hij maar zijn gangetje gaan, dat dat allemaal één grote fragment wordt s'nachts. En als ik dan terug opzet, terug uploaden, en dan begint mijn ritme terug opnieuw. Wat zijn jouw doelen voor je YouTube-kanaal op lange termijn? Ik hoop met EXO of Dookie zo'n eigen bedrijf te kunnen op te starten met Psycho TV en al. Maar ik zelf durf niet de juiste stappen te zetten. Ik geef dat ook eerlijk toe, ik ben een bangnut. Van, ja. Iemand die heel die wat onzeker is om die stappen te zetten. Ik zal het zo zeggen. En ik wil er ook wel zeker te veel wel een klein beetje een eigen bedrijf van maken. Dat we ook betere content maken en al. Hoe ga je om met de veranderingen met algoritmes en het beleid van YouTube? Hoe je daar. Dus als ik copyright claim heb, probeer ik bijvoorbeeld als hier nu muziek op de achtergrond zit af te spelen, probeer ik die muziek dan te laten wegfilteren door YouTube zelf. Ah nee, de eerste instantie is, ik ga proberen dat aan te vechten met de originele content creator. En als hij zegt van nee, ik wijs het af. Dan probeer ik het nog weg te laten filteren door YouTube. En als dat niet lukt, probeer ik dat te laten inkorten, dat mijn filmpje iets korter is. Ja, dan zijn er zo'n stukjes soms in van, hier staat hier een stukje over. Ja, dat betekent dat daar een stuk copyright is in gekropen en die ik heb laten wegknippen door YouTube zelf. Welke rol speelt een gemeenschap van je volgers in contentcreatie? Dat weet ik zelfs niet. Hoe heb je samenwerking met andere YouTubers gedaan? Zo ja, wat heb je daarvan geleerd? Eigenlijk dan een hout vast hebben. Dus gelijk ook dat ik bij mijn stippellijn terecht ben gekomen op bij Acid, bij QC, nog een ander, Dumpert. En dan was er nog een ander kanaal. En dan eigenlijk die kijkers ook blijven ook entertainen en al. En ook proberen vast te houden als YouTube abonnee.
Wat zou je adviseren aan iemand die net begint met YouTube? Veel geduld hebben, heel veel geduld hebben en ook beseffen van waar begin ik aan? Waar begin ik aan? Want je moet denken, je moet ook heel veel vrije tijd ook opofferen. Soms moet je ook opofferingen doen qua vriendschappen. Dat sommigen zeggen van nee, ik wil niet op de beeld komen. Dan moet je ook continu zitten denken van oei, hoe ga ik dit in mijn vlog nog kunnen uitleggen van hier heb ik geen beelden kunnen maken, deze mensen willen niet op beeld komen, dit, dat, dit, dat. Ja, dat is een klein beetje wikken en wegen. Dus soms nadenken als je begint met YouTube. Dan Doekie. Dat bedoel ik met moeilijke woorden. Hoe denk je over... Ik, dat kan ik zelfs al niet lezen. Weet ik niet. Wat denk je over... Weet ik dus ook niet. Sorry Doekie, ik kan uw vraag niet beantwoorden. Dan Emiel. Wanneer is de laatste keer geleden dat je BH haar heeft gewassen? Dat doet ze regelmatig. Daarvoor... Emiel, zo vragen stelt je dus ook niet. Omwille van Bea onderhoudt zich ook goed. Wanneer is het laatste keer geleden dat Bea haar pyjama heeft gewassen? Moet je ook niet in je kop steken. Wordt ook tijdig gewassen en al. Misschien heeft zij zo er 2 of 3 in haar kast hangen en doet zij dat eens keer wel nog een zuivere aan. En je hebt daar alles aan gedacht, Emiel. Dan Crazy Frog. Als je zou mogen kiezen hoeveel abonnees je hebt, hoeveel zou je dan kiezen? Mij maakt de abonnees niet uit, omdat van, het is nog altijd een hobby wat ik doe. En ik doe het nog altijd graag. Als er abonnees bij zich komen, leuk. Welkom nieuwe abonnees, hallo allemaal. Mijn naam is Steven de Remus, ik maak nu een Q&A en al. Maar de abonnees... Oké, dat is wel altijd heel mooi meegenomen. De 100.000, de 1 miljoen button of de andere buttons die je ook dan hebt van YouTube. Dat je dan daar zo kan ophangen en laten zien van kijk, ik ben groot en al. Nee, ik probeer met mijn beide voeten altijd op de grond te blijven. Ik wil niet stoeven met kijk wat ik allemaal kan aankopen met YouTube of de donatiegeld. Nee, dat wil ik niet. Ik wil continu met mijn voetjes met mijn voeten... op de grond blijven en niet gaan zweven. Niet zo dat ik kijk eens wat ik van YouTube heb kunnen kopen van YouTube geld of met mijn donatie geld in een Lamborghini of in een Ferrari of in een hele grote woning met een man cave in een studio zoals Enzo Knol en al. Ik vind dat hij ook wel een klein beetje stoeft met wat hij allemaal heeft kunnen bereiken met YouTube en al. Ook zoals QC en al. Sorry daarvoor. Niet slecht bedoeld. Maar ik probeer wel zelfs met mijn beide voeten op de grond te blijven en te laten zien van kijk, ik heb het niet zo breed, maar ik doe het wel voor ook nog altijd voor jullie, puur voor plezier. En dan Exo over de vraag van Doekie, wat zeg jij over mij? En dan Doekie, niks. Zie, dat bedoel ik met... Regel nummer 6. Alleen vragen hier, want dit is hier geen chatbox. Chatbox vind je in het algemene chat. Dus probeer dat ook wel opnieuw te beperken, Exo en Doekie, om daar niet in te chatten. En als je vragen aan een kalender hebt, stel ze oftewel privé of wel in de algemene chat. Dan e-mail. Heb jij oude drone verkocht aan Oekraïne, zodat ze die kunnen gebruiken voor Russen te doden? Mijn drone, die staat hier nog perfect in mijn kast. En ik haat oorlog, e-mail. Ik ben er tegen de oorlog. Want daar vallen altijd onschuldige slachtoffers. Dank u. Dan gaan we stilletjes af aan over naar de Q&A van YouTube. Dan zitten we aan vlog 1902. 4 reacties opgekomen. Julia. Dimi, probeer het spel Ludus op GSM eens te doen.
Wij spelen het continu en beleven er veel plezier aan. Misschien ook een leuk voor gameplay. Ja, dan moet ik wel eens gaan eens opzoeken. En ik heb mijn gsm nu niet bij de hand. En ik weet zelfs niet waar ik mijn gsm heb gelegd. Die ligt daar op de kast. En nu ga ik die ook nog krijgen van mijn assistente. Van mijn lieve schatje. Voilà. Uit beeld nog wel. Dus je zegt Ludus. Dus ik ga eens kijken wat voor game dat is. Hè? Ludus. En dat schrijf je dus zo. L-U-D-U-S. Ludus. Ja, dat ziet er wel een tof spelletje uit. Ludus. Dat, zo, dat komt meer aan op zogelijk Clash of Clans. Die speel ik en dat is bijna juist hetzelfde systeem. Het kan fout zijn, hè. Maar of Clash Royale. Is dat wat ik bedoel dan? Ik ben net de screenshots aan het kijken, hè. Ja, Clash Royale. Dat speel ik ook heel vaak. Clash Royale. Dus C-L-A S-H spatie R-O-Y-A-L-E. Dan e-mail. Je hebt allemaal je hebt helemaal geen stemtest gedaan, maat. Leugenaar. Ik heb dat wel gedaan. En nu, vrijdag, ga ik het opnieuw doen, dat het zaterdag online komt. Dat ik 100% dan weet van, kijk, dit gaat misschien mijn stem al worden. Misschien niet, dat ik misschien toch achter de gordijntjes een andere bolkje ga inkleuren. Ja, hier in Alke moeten we nog altijd stemmen met papier en potlood, hè? Met de rode potlood. Dus niet via een stemcomputer. E-mail. Heb jij nu fake vogelgeluid opgezet? Ik zet hier natuurgeluiden op, dus via Google. Dan zet ik dat dan ook op. Dan zeg je mensen, ik ga dus even Google erbij halen. Dus als jullie dichtbij een Google-apparaat zitten, zet nu de geluid uit. Dan zeg ik meestal, hey Google, natuurgeluiden. Dan gaat ook op de Bob. Dus natuurgeluiden afspelen. En dan bijvoorbeeld als ik zeg van nu moet het stoppen, dan zeg ik hey Google, stop. Dan stopt het, want hij is nu ook aangesprongen. Hè? Natuurgeluiden waren echt af aan het spelen. Dat betekent dat de andere mensen terug het geluid mogen aanzetten. Dus ja, dan speelt daar ook de natuurgeluiden dan ook af op mijn box en al. Daar kan ik ook gemakkelijker dan ook in slaap mee vallen. En ja, dan voel ik me ook wel een klein beetje fitter. Dan Bakmaak, mooie vlog en fijn weekend. Dankjewel, het was ook een hele leuke weekend geweest, Bakmaak. Dan gaan we door naar vlog 1903. Daar zijn in totaal 3 reacties op gekomen. Dankjewel, alvorens. Niels, merci voor het gezelschap tijdens het lekkere eten op Xlam. Volgende keer mogen ze ons weer bedienen. Wij verdienen dat. Top gedaan van RBN en Silkia. Echt fijne vrienden zijn het. Ik ga dit nooit vergeten. We moeten hun zeker bedanken. Macaroni met kaas en hes, mijn lievelingseten. Dat is ook weer waar. Want wij hebben op Xlam hebben wij een eigen tafeltje gekregen. Dus voor mij, Bea en Niels. Of Niels. En omwille dat Niels had dan 2 producten gekocht, dus petten gekocht voor de crewleden of iets. En die werd eigenlijk in de bloemenkist gezet. Maar de crew kwam dan op IT. Ja, waarom pakken we dan Bea en mij daar dan er ook niet mee in? En maken we daar eigenlijk een psycho dating meeting van. Het was echt heel leuk.
was echt heel leuk. Dan Best Youth, die was goed aan het lachen. En Favor, Hello Kiss, ook een zwaar handje terug. En op in een time kunnen mogen. En Niels, je hebt wel eigenlijk wel gelijk, want ik ga ook eerlijk toegeven. Zit er altijd vers in mijn geheugen hoe het allemaal is verlopen, hoe we hebben gelachen, hoe we plezier hebben gemaakt, wel aan de tafel, hoe we ook hebben kunnen bijpraten. Oh, mannetjes. Echt waar. Ga zo! En dan kwamen ze, hè? Dan kwamen ze ook. Oh my god, echt waar. Ah wel, X-Lan, jullie hebben wel de lat nu wel echt heel hoog gelegd, hè? Heel hoog, hè? Nu moeten jullie er terug voor erover gaan, hè? Voor mij te kunnen overtuigen om toch nog te komen naar jullie LAN-party. Nee hoor. Jullie hebben al een hele leuke LAN-party, X-Lan en al. En dat had ik dus nooit, of te nooit had geweten, dat ze ooit zoiets ook voor mij doen, en ook voor Niels doen, en ook voor Bea doen. Dat was op mijn 507ste lans nooit gebeurd. Op mijn 507ste lan. Paf. Mooie tractatie. Dankjewel. X-lan. Duimpje omhoog. Zo gaan we over naar vlog 1904. Daar zijn in totaal, oh my god, 11 reacties al opgekomen. El Carto. Mongool. Jij bent zelf een Mongool. Kijk, dat bedoel ik, hè. Dus als iemand mij probeert Mongool te noemen, dan noem ik dat gewoon terug. Dan krijgt hij de boemerang terug in hun eigen face. Dan KLM. Stoppen, roken, bewegen. Zoek een echte hobby. Geniet van natuur. Ga erop uit. Dat probeer ik ook. Stoppen met roken, dat is mij ook aan het lukken. Want ik ben al afgestapt van pakjes van 25 euro's. Van 25 euro's ben ik al overgestapt naar pakjes van 14 euro's. En daar kom ik een halve week mee toe. En dan koop ik nog eens een pakje, daar kom ik nog eens een halve week mee toe. Waardoor dat ik eigenlijk per week eigenlijk twee pakjes van L&M van 25 euro koopt, kost dat mij eigenlijk 50 euro. Nu zit ik nog maar aan 28 euro. Dat is toch al ook al een hele mooie som van 22 euro uitgespaard. Als ik goed snel kan hoofdrekenen. Voilà. Dan Niels. Ik wil toch nog iets meegeven. Als OCMW of de overheid betaalt. Wie betaalt eigenlijk? De belastingsbetaler. En wie is dat? Denk dus goed na voor je gaat stemmen. Merci voor de tip. Maar zo gelijk kijk waar op mijn afnamekaart komt, dat is waar ik zelf ook heb voor gewerkt. En dan hij opnieuw. Mateke, pas op met die windmolens. He. Als ze op Benny's in de grond een windmolen zetten, heb je de hele dag schaduw. Yay! Dit wil zeggen schaduwzon. Schaduwzon. Heel de dag doorgeflikkerd, dan spreken we nog niet over het geluid dat zo'n windmolen produceert. Ik geef het maar even mee. Ik heb dus echt eens aan een windmolen gestaan bij de Ricoh. En ja, ik weet dat dat redelijk veel lawaai maakt. Zo van die geluiden, ik kan het niet nadoen. Oké, dan curry. Worst. Waarom draagt Beer overal die blauwe dekentrui? Zijn toch geen kleren voor openbaar te dragen? Als zij haar daar gelukkig en op haar gemak mee voelt, laat ze dat dan dragen. Dan moeten jullie daar ook geen kritiek op geven of vragen rondstellen. Als ze haar daar goed mee in voelt, laat ze dan ook zo. Dan is ze ook gelukkig. Voilà. Dan Curie, waarom ga jij elke dag naar de dokter? Wat moet die mens met u aanvangen? Controle voor mijn rug. En al. Ik ga nu morgen, dus als jullie deze vlog zien, ben ik naar een pijnkliniek binnen geweest. En al. En dat is om 8:20 uur, 's morgens vroeg al dat ik binnen moet zijn. En ja.
En dan, dan donderdag moet ik dan terug naar de dokter gaan. Daar moet ik dan kijken wat ze dan ook gaan doen. Bij de pijnkliniek krijg ik dan een tweede datum toegewezen wanneer dat ze dan die inspuitingen ook gaan doen in mijn rug. Of wat er ook gaat gebeuren. Dan Mac Attack. Man, stop gewoon een tijdje met vloggen. En werk aan je gezondheid. Meer luisteren naar dokters. Wandelen, oefenen, doen, zwemmen. Ga gezond eten, beweeg en kom uit die stoel. Ik kom ook uit, heel vaak uit deze stoel. Dan Currywurst doet die toch niet. Dus blijf maar vloggen. Ik blijf sowieso vloggen. Maar ik probeer ook al heel vaak uit deze stoel te komen. Uit deze leuke Speedseats stoel. Tadaam! Ik heb weer een reclame gemaakt voor Speedseats. Dus ik kom daar ook wel regelmatig ook uit. Maar die staat ook continu ook goed recht. De rechte leuning en al. Alleen, wat ik dan nog moet doen, dat is die vastzetten. Dus ik ga dat nu ook eens even doen. Staat die nu vast? Ja, ziet, nu kan ik ook al mee naar achter. Dat vergeet ik wel regelmatig. Om met een volledige rechte rug te zitten en al. En ja, ik voel het ook dat het ook heel anders er ook aanvoelt. Ook voor mijn rug. Ook veel beter ook voor van mijn rug. Want ik had mijn stoel vroeger altijd. Ik ga het nu eens één keer tonen. Zo staan. Dus het was schuiner. Naar achter toe. En dan zat ik mij daar altijd zo. En dan zat ik zo altijd te keren. Ja. Heel slecht dus voor de rug. Dus altijd een goede rechte leuning. En dat gaat ook al veel, veel beter. Daar heb ik ook eens ooit eens van iemand een tip van gehad. In mijn vorige Q&A kun je dat nog wel aanhoren. Geloofde ik. Vond je veel beterschap, dankjewel. Hoe lang dat mijn rugpijn nog gaat duren, dat weet ik niet. Ik hoop met de inspanningen dat ik terug rap kan gaan werken. Want ik word zot van hier te zitten. Lucas. Er mag geen landbouwgrond meer vervangen worden door natuurgebied. Allemaal oneens. Welke patatjes gaat jij eten als landbouwgrond natuurgebied wordt? Dat is ook wel een goeie. Ja, ze moeten van de landbouw... Dus wat, hoe het nu eruit ziet, moeten ze van hun landgebouw en de natuurgebieden eigenlijk afblijven. Laat het nu zo hun eigen natuur ook gaan. Zo heb je landbouwproducten, landbouwgrond, dat bedoel ik dan wel... Planten ook maïs, zetmeel. Zetmeel kun je toch niet planten? Granen bedoel ik. Maïs, granen. Appelbomen, perenbomen, noem maar op. Kersenbomen, noem maar op. Planten op de landbouwgrond. En blijf daar ook dan vanaf. En blijf ook af van de natuurgebieden. Grond, dat bedoel ik ook. Dan Emiel, uw lichaam is klaar voor de vuilbak. E-mail, kun je iets doen naar de volgende Q&A? Kun je ze een vuilbak eens opsturen naar mijn adres toe? Dan zal ik wel mijn volledige lichaam in het vuilbak gooien. Goed? Oké. Dat is afgesproken, hè? Dan, vlog 1905. Daar zijn twee reacties op gekomen. Hebben een duimpje omlaag gedaan omdat je het vraagt, maat. Hè? Oké, je hoort nu even reclame. Ik heb die reclame even afgezet. Ik moet dat zelf ook mee horen. Ah ja. Is niet gelukt. Is niet gelukt. Dus we gaan het nog een keer eens opnieuw proberen. Je hebt je duim onderaan mijn video. Ja? Klik daarop. Dat die je duim even eerst mooie kleurtjes krijgt en dan, uiteindelijk in een zwarte duim wordt. Als je niet in een dark mode zit. En als je in een dark mode zit, ik ga dat even ook eens aanpassen, weergave. Donkere thema, wordt het dan een witte duimpje. Dan wordt het een witte duimpje. Ik ga die eens ook eens afzetten, dan ga ik nog een keer eens liken. Ja, die wordt dan ook eerst, krijgt die ook verschillende kleurtjes en dan een witte duimpje. Dus, klik op die duimpje hier onderaan. Dat het een mooi duimpje omhoog is. Niet omlaag, Emiel. Echt. Dan boterhamvlaus. Dimi, besef jij dat het geluid van Q-Music op het spel is dat alleen op voorhand bepaald wordt wie gaat winnen?
juist het geluid, moet ik me ook nog opnieuw voor aanmelden. Zelfs is het al geraden. Het geluid. Het is nog altijd niet geraden. Dat is goed. Meld me aan. Mooi. Ik ben me aangemeld en dan elke uur proberen opnieuw eens aan te melden. En kijken als ze mij dan ook opnieuw opbellen. Als ze mij dan opbellen en ik ben heel dicht aan mijn computer. Dan probeer ik het ook via mijn computer dan ook het op te nemen. Dan zal ik proberen ook de beelden van de Q-Music Studio ook ineens mee op te nemen. Niet het muziek, maar wel het praatgedeelte. Als ze mij nog eens terug opbellen. Hè. Dan gaan we door naar vlog 1906. Daar zijn ook maar twee reacties op gekomen. Speciem, ik weet wat het geluid is van Q-Music. Tom de Kok, grappige kerel dienen. Maar mensen, ik zeg het niet echt waar. Maar, dus ik denk dat het geluid Dimi is dat een scheetje laat. Ben ik vrij zeker van. Veel succes, meld u aan bij Q-Music. Zeg het eens, misschien kan dat wel het geluid zijn. Nee, dat is het geluid niet hoor, mensen. Doe het niet, hè. Doe het niet, dat is het tol. Ik weet zelf ook niet wat het geluid is, hè. Dan Marcel. Denk dat het geluid op Q-Music allemaal doorgestoken kaart is. De mensen van Q-Music die het geluid bedacht hebben, kunnen het toch doorvertellen aan familie of vrienden, zodat die het juiste kunnen raden en een mooi bedrag winnen. Je zal nooit, of te nooit, 100% zekerheid hebben als het spel echt eerlijk gespeeld wordt. Dan gaan we door naar vlog 1907. Daar zijn 6 reacties op gekomen. Curryworst. Klagen dat je 5 minuten moet rijden naar uw ouders die nog altijd uw was doen en koken voor u, terwijl je al fucking 40 zit. Maar Bea gaat gaan halen in Hasselt, dat is geen probleem. Je zit gestoord, dankjewel. Waarom dat we dat behouden van mijn was en eten, is gewoon om de structuur te behouden van mijn mama. Als er een gedeelte van mijn mama wegvalt, dat is een leeg moment, dan kan ze dat ook. Wow, mijn microfoon kreeg in één keer voetjes, mensen. Mijn microfoon kreeg in één keer... What the fuck? Dat was wel creepy. Dat was wel creepy, mensen. Oké, hier ben ik terug. Hallo, kus. Sorry. Waar waren we? Dus ja, met mijn studie, als er iets wegvalt, dan valt ze in een diep gat. Ik kan dat niet de goede opvullen. Voilà. Dan, Mac, een strijder, niks dan klagen. Beter doktersadvies opvolgen. Zwemmen, wandelen, oefeningen doen. Strijder, zegt hem. Ja, ik ben een strijder. Ik zal altijd een strijder blijven. Die heeft oefening één keer gedaan en dan nooit meer. Die is gewoon te lui om iets te doen. Ik doe mijn oefeningen wel elke dag. Dank u. Imus Prof Hupot, dat zal niet zijn vrouw zijn, Dimi. Allee, het is weer al reclame. Dat is niet... wacht, hè. Dat zal niet zijn vrouw zijn, Dimi. Oké, eens even kijken. Ah ja, die camionchauffeur. Ja, ik zag... Dat, ja. Kan altijd, hè. Kan altijd. Dan had Bea geen scherm gekocht van 110 euro met 10 euro korting. Maar nu koop je een scherm van 100 euro zonder korting. Dus zou eens een scherm krijgen die van mindere kwaliteit. Ik heb ook naar de kwaliteit gekeken en het is echt geweldige kwaliteit. Ze is daar blij om. Je wordt weer super hard afgezet door die kamelen, mensen. Dat is niet waar.
Kijk, ik kijk wat ik wil kopen. Ik stuur die URL-link naar die gast toe. Die gast gaat dan kijken van, oké, het is zo duur. En dat gaat dan zoveel punten kosten. En dan ruil ik dat ook in met mijn punten. Dank u. Dus zaag niet, e-mail. Ik ben niet afgezet. Dan, vlog 1908. Daar zijn twee reacties opgekomen. Ga naar de gym, wordt een kast. Dankjewel. Luc Aat Aman, of zoiets. Kan, ja. Merci voor die reactie. En dan nog fun, koop, edit, love, het Halloween thema intro. Dankjewel. Dit was de Q&A voor vandaag. Ik hoop dat jullie het ervan hebben genoten. Vergeet al sowieso alvast geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Abonneer. En vergeet ook niet op het duimpje te drukken. Denk eraan op die duimpje. Eerst verkleurt dat. En dan als je een witte achtergrond hebt, wordt het een zwarte duim. En als je in een dark mode zit, wordt het een witte duim. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte als er iets verandert. Ook op mijn YouTube kanaal. En als ik nog iets ga doen of zo, dan plak ik hier achteraan dan ook nog vast. Tot later allemaal. Yo. Vanaf deze fragment heb ik al gezien dat mijn vlog al 1 minuut en een 51 minuten en een half al telt. Wow. Dat is ook al heel lang. Sorry dat mijn Q&A zo uitgebreid is. Ik heb dus rustig de vragen eens wat beantwoord en al. En daar ben ik ook wel klein beetje blij mee. Het is ook vandaag niet zo echt een fantastisch weer, dames en heren, buiten. Jullie zien het, het is redelijk zwaar bewolkt. Ah ja, en wat ik ook zie op noodweer Pinelux. Oh mannetjes, dat zit in de zak eens keer. Ik heb iets opgemeten bij noodweer Benelux. Er is iets op komst. Ik ben eens even aan het kijken als ik het al kan bezien. Hier, ja. Gepost op X. De nieuwste prognose van ex-orkaan Kirk is een stuk zuidelijker geplaatst. Geplaatst door het NHC. National Hurricane Center. Dat betekent dat het meest intens windveld de Benelux niet zou bereiken. Het grootste risico blijft dan voornamelijk veel neerslag. Weermodellen hebben duidelijk flinke moeite met de positionering van het systeem. We mogen het voor jullie, we volgen voor jullie het verder op. Dus ja, ik zie hier dus, dat er dus een orkaan opkomt. Voilà, hier zien jullie het dus ook. Dus ik ben er allemaal op een voet aan het volgen. Vandaag, maandag, dinsdag, wanneer dat de vlog ook online komt. Dinsdag, woensdag. En hier zitten wij. Dus het is bijgesteld. Normaal gezien was de orkaan richting ons aan het komen. En nu dus niets meer. Yes. Allee mensen. Genoeg geluld over de hurricane. Kerk. Ik vind dat echt zo altijd zo grappig, hè? Dat ze daar allemaal namen op geven. Op Hurricanes. Waarom is het niet eens Psycho TV Hurricane? Met de S. Zal dat eens inzenden? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S. Dus ik heb nog in totaal 8 Hurricanes of tornado's. De tijd
van mijn inzending is te doen. Laat het alsjeblieft eens mijn nickname eens gebruiken voor een hurricane. Duim kunnen mogen. Als dat ooit gaat gebeuren. Maar mensen, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Die achter de kabels blijven hangen, Dimitri. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Zo mensen, ik heb mij nog snel hier nog gekuist. Ziet maar, dames, al opgeruimd, dames en heren. Ergens nog in een vlogje te zien. Ergens nog in een vlogje te zien, mensen. Nee, hè. Nee. Nu ga ik nog gauw eten van mijn ouders. Dan ga ik ook deze vlog ook afsluiten. Ik ga mij dan ook nog douchen. Afwassen. En dan nog wat YouTube kijken. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Nee, jongens, zo sluit ik niet af, hoor. Beste mensen, ik bedank ook weer al de admins die er weer al zijn op mijn Discord-server. Dankjewel daarvoor. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog voor deze vlog. Vergeet onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneer. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Tingelingeling. 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 Ja, dan blijven jullie op de hoogte. Nee, dat is de kabel niet. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of iets anders er gebeurt op mijn YouTube-kanaal. En dan zijn jullie direct op de hoogte. En direct kunnen jullie dan ook kijken naar mijn geweldige vlog. Tot later allemaal! Yo, 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 yo.